niet. We hebben hier geen vis, we hebben hier alleen een visverkoper. En dat is een man met een hele beroep. Want die is toch weer mooi vandaag op de fiets en door de Zeeuwenwest een verse vis te halen. Erik, we zijn terug in 1851. Ja, dat zijn we. En daar hebben we eens even goed over nagedacht, hoe moeten we dat doen. Er zit een hele kern van waarheid in het verhaal. En er is natuurlijk een gedeelte, hebben we erbij gehaald, van omdat het gewoon leuk is voor de fun. We beginnen eigenlijk met een spektakel in de kroeg. Ik is niet goed geworden. Ik had het moest gedaan. Ik had het moest gedaan. En nu heb je de pad, dan heb je niet goed gedaan, man. Ik wil hem niet gaan terug. Ik wil hem niet gaan terug. Ik wil hem niet gaan terug. Zoals het eigenlijk vroeger ook eigenlijk wel een beetje was. Er is iemand van Slagaden die heeft verkering in Dedenstraat, dus dat kan absoluut niet. Dan werd je gewoon in de vaart gegooid. En dat was ook als het andersom was. Dan ging het gewoon het kanaal. Luister! 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 Wie heb je hier door? Ja, die kerel uit Slagaden. Die hebben op vrijdag en zaterdag langs de vaart lopen. Ik heb geen idee wat hier komt doen. Wie ben je dan? Ik ben Biemans en ik kom gaan. Dat kan niet zijn. Dat kan niet zijn. Nee. En waarom dat niet? Dat gaat niet. Biemans, zie je maar eens hem goed naar ons luisteren. Hè? Dan hou je op met dat gedreutel en dan vertel je ons wat je hier komt doen. En dan rappen we die aan, dan gooien we je in de voort. Ja, dat goed. Ik heb verkering hier. Ik heb verkering hier, joh. Verkering? Ja. Antwoord, ja. Ja. Hendrik! Ja! Maar het is toch ook al die hetzelfde liedje met Lou, of niet? Die zit jou alweer in de kroeg te zoeken. Nou, als je dan toch liever hier zit, hè, dan je nu bent, dan slaap hier ook maar. Ja, vrouwtje in verwachting, dan moet je op de kar. Zo gebeurde dat vroeger ook. Ja, en nou is Marta mij ontknipt. Zij is zwanger geworden. Hij heeft zo gezegd dat. Helemaal nagespeeld. En dan gaan we naar het schoolklasje toe. Het schoolklasje, dat is eigenlijk een ouderwets schoolklasje van 1851. Maar daar zit Gert-Jan Kosters in en die kijkt dan ook naar de toekomst. En dat geeft dan toch wel een bepaalde charme. Om het eigenlijk allemaal leuk te houden. Dan hebben we het echte spektakel. Dat is de begrafenis van Baron van Dedem. En het verhaal is eigenlijk dat Baron van Dedem die is begraven vanuit de, wat we dan nu noemen, de Van Dedemkerk op de Hoofvaart. Daar was nogal wat trammeland bij, want er waren twee dominees die wouden eigenlijk de grafrede houden. En die grafrede die wou uitgesproken worden door dominee van Averees, waar de Baron altijd de kerken ging. En de gemeente Averees die wou de grafrede houden, omdat de kerk dat hij betaalt en hij had Dedemsvaart opgericht. Yeah.
kwaad gebeurd verhaal. De stoet is ook vertrokken en de dominee van Dedensvaart die is achter de Julianenstraat aangegaan. Zeg maar, het is nu allemaal volgebouwd, maar er liep een pad, daar had hij een fiets staan en daar is hij mee naar de begraafplaats gegaan van de moederij en is zo daar op het spreekgedeelte gaan staan om daar de grafreden te gaan houden. Wij zijn hier bij elkaar om een laatste eer te bewijzen aan Willem Jan Meester, baron van Dedem, tot de rollenkater. De baron heeft mij gevraagd, Frederik Boteman, aanvankelijk koetsier van de baron en nu assessor en loco-burgemeester der gemeente Aangereest en tevens persoonlijk adviseur van de baron, om zijn uitvaart te begeleiden. Dat kan niet. Zeer geachte familie van Dedem, geachte aanwezigen, het is mij een grote eer dat ik ben aangewezen om hier op deze droevige dag te mogen staan om de grafrede uit te spreken. Bij de teradebestelling van het lichaam van onze dierbare, hoogwelgeboren heer Willem Jan, baron van Dedem. Dit is allemaal echt waar gebeurd. Het is niet anders, het is gewoon zo. En dat hebben wij gewoon nagespeeld. En dan komt er nog bij de boerenbruiloft. Ja. Zo werd hij vroeger ook gedaan en dat is eigenlijk weer gewoon om het even weer mooi te maken. Ja! Ik hoor een duidelijk en zeer blij ja. Trui van der Weijden, neem geen Albert Jonker tot uw werkelijk echtgenoot. Ja, ik wel! Mensen zitten die nog nooit gedanst hebben, die hebben zich hartstikke druk gemaakt om die verleerdheid te leren. Ziet er ook allemaal prachtig uit, dus wij zijn zeer tevreden over deze middag. Echt, echt tevreden. Dank. Wat is het toch een mooie dag op 26 mei 1851? Ja, het is een geweldige dag. Het was toen een droevige dag, maar het is nu een hele mooie dag.